Van de gast van Dommel Sportland vandaag is de uitspraak: Ik ben helemaal in mijn element als ik zweef. Huub Kouwmans, uitboogstoel. Ik ben helemaal in mijn element als ik zweef, huub. Vertel eens. Ja, dat klopt. Als je daarboven in de lucht hangt aan een lapje stof met een paar lijntjes en je hoort alleen het ruisen van de wind door die lijntjes. Nou, dat is een, een mooi gevoel. Mooie belevenis. Nou, uh, zei ik net uh, Huub Kalmans uit Boksel, maar ik hoor iets Limburgs in jouw stem. Vertel eens, wie is Huub Kalmans? Nou, dat uh, klopt helemaal. Ik ben in 1972 naar Boksel verhuisd vanuit Zuid-Limburg en dat had ik te danken aan de Gasunie, mijn werkgever. Die uh, hadden een reorganisatie en toen moesten we in ons vak moesten we hier centraal in Boksel komen zitten. En uh, mijn werk was katholische bescherming, en ik kwam hier centraal te zitten voor de zuidelijke provincies. Ja, ja. En daar heb je lang gewerkt bij? Uh, 44 dienstjaren. Zo, dat is nogal wat. Ja. Dat betekent dat jij niet meer de jongste bent? Nee, dat klopt. Uh, maar ik ben nog steeds 25. Ja, in gedachten. Nou, toen ben ik gestopt met tellen. Daarboven is niet interessant meer. Maar de echte leeftijd zit een beetje hoger, denk ik. Nou, daar maak ik ook geen geheim van, dat is 74. Ja. Jouw sport, schermvliegen. Kun je een paar woorden zeggen wat dat eigenlijk betekent, schermvliegen? Want er zijn verschillende namen ook voor. Oh, daar is een heel rijtje van. De, 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 de meest gebruikte naam is paragliding. De Fransen noemen het parapente. De Duitsers noemen het Ja, En hier in Nederland noemen we het schermvliegen. Maar in feite is het een, uh, ja, afgeleid van. Parachutespringen. Alleen, parachutespringen, daar stap je uit een vliegtuig. Schermvliegen, dat doe je... Vroeger werden we door auto's omhoog getrokken. Tegenwoordig wordt je aan een lier omhoog getrokken. En daarna heb je nog het gedeelte wat in de bergen afspeelt. Ja. Daar loop je van een hellingje af, trekt de chute boven je kop en je zweeft de dal in. Ja, Over de techniek wil ik direct even terugkomen. Ja. Want ik heb nog een mooie uitspraak over jou gelezen. Jij wordt wel eens... ...de Johan Cruijff van het schermvliegen genoemd. Wat betekent dat nou? Johan Cruijff, is een voetballer. De Johan Cruijff van het schermvliegen. Ja, misschien omdat ik al wat dingen achter mijn naam heb staan in de loop der jaren. Maar dat, dat krijg je vanzelf als je een sport lang doet. Hè? Want ik, ik ben in 1975 begonnen met parachutespringen... ...en twee jaar later ben ik dan met dat schermvliegen begonnen. Dus ik loop al een paar dagen mee. Maar hoe begin je nou aan schermvliegen? Ik bedoel, dat een jongen aan voetballen begint of aan tennissen. Dat is heel normaal. Maar hoe kom je nou dat jij gaat schermvliegen? Hoe komt dat nou? Nou, ik, ik ben van oorsprong een lange afstandloper. En ik ben ook als atleet richting Boksel gekomen. Want ik zit nu ook bij de atletiekclub Marvel. Maar ik heb altijd belangstelling gehad voor ja, zeg maar extreme sporten, avontuurlijke sporten. Want eh, mijn favoriete sport om te kijken zijn bijvoorbeeld P2, ijshockey. En eh, bij mij blijft het niet alleen bij kijken, ik wil ook zelf iets doen. En zo kwam ik in 1975 op de gedachte van: oh, ik wil eens een keer uit de vliegtuig stappen. Dus ben ik met parachute springen begonnen. Ja, en een paar jaar later eh, kwam ik in contact met het paragliding of het schermvliegen. Nou, en daar, eh, daar ben ik op. Eh, Weet uh, het bij Parateam Nistelrode mee begonnen. Dat bestond toen nog maar pas in Nederland. Toen praten je over 100 man in heel Nederland. Ja, dan ben ik blijven plakken, dat doe ik nou nog steeds. Ja, ja. Parachute springen? Ja? Allebei aan de parachute. Ja. Wel verschil waarschijnlijk. Ja, wat, wat verschil in de parachute. Ja, wat is het verschil? En waarom kies jij nou voor het ene en niet voor het andere? Um, nou, springen, daar uh, moest ik altijd behoorlijk voor reizen. Want ik ben begonnen op, op Texel. En je wil die sport gaan doen en uh, dan kom je daar terecht. Het is op een eilandje, je waait er altijd uit je schoenen. Want ik weet nog, de eerste opleidingsweek had ik een hele week op ten, Texel rondgebaggerd en mijn twee sprongen gemaakt. Dus dat schiet ook niet op. Nee. Nou, het uh, paragliding dat begon hier op, op Nistelrode. En ja goed, daar kon je een paar keer in de week naartoe, bij wijze van spreken. Ja. Dus een stuk simpeler. Ik moet er wel bij zeggen, schermvliegen is niet zo spannend als parachutespringen. Nee. Want bij schermvliegen sta je op de grond, je trekt de chute boven je kop en je wordt omhoog getrokken. Vroeger door een auto en nu door een lier. Ja, vertel eens hoe dat nou precies gaat. En, en met welke snelheid gaat dat? Of moet je daar een bepaalde snelheid voor hebben? Hoe gaat dat nou dat omhoog gaan? Nou normaal genomen dan, dan heb je een veld van pakweg een kilometer lang. Dan staat aan de andere kant van het veld staat de lier. Jij staat dan op de startplaats. Je hebt de chute mooi uitgespreid achter je liggen. En die trek je, zo gauw als die kabel strak komt, trek je die parachute boven je kop. Dus hij is gevuld, hij is een vleugel. En die vleugel die neemt jou mee. Nou en zo word je getrokken tot, tot boven de lier. Dat geeft een signaal aan de lierman dat je van de kabel af wil. Dan trek je de kabel los en je bent vrij in de lucht. Nou, en, eh, normaal genomen, normale weersomstandigheden met 1 kilometer lengte van het veld, dan kom je een 300 meter hoog. Okay. Nou, en dan eh, als je nog een thermiekbelletje meepikt, dan pik je nog wat meer hoogte. Een, een thermiekbelletje voor onze kijkers? Termiekbelletje, dat is een kolommetje opstijgende lucht. En daar heb je een beetje zon voor nodig. Die warmt het veld op en dan komen er termiekbellen los. En als je daar met je zutje in komt, ja, dan ga je ook mee omhoog. Ja. Maar normaal genomen, je wordt omhoog getrokken door de kabel, die ontkoppelt en je komt een grote glijflucht naar beneden. Maar dan moet je onderweg neem aan nog wel iets doen. Want je komt niet Ja, om, maar je, naar beneden. Moet, je moet wel aan de touwtjes trekken op de goede manier. Vertel eens, wat moet je met die touwtjes doen? Eh, trek je aan de linkerkant dan ga je linksaf, trek je aan de rechterkant dan ga je rechtsaf. Maar het moet wel beheerst gebeuren, het moet wel geleerd worden. En uh, dan kan je hem uh, sturen naar de plek waar jij naartoe wil. En dat sturen, heet dat precisievliegen? Nou, precisievliegen is eigenlijk de wedstrijd sport om uh, naar dat stipje toe te sturen. En dat stipje ligt dan in, in het doelgebied. Maar dat stipje is maar drie centimeter groot. Oh. Nou, dat moet je dan met, met je voet aantikken. En dan dat, dat wordt, door een, uh, drie jury wordt dat door een driekoppige jury bekeken, gemeten. Eventueel videoopnames nog erbij, of het allemaal correct gebeurt. Want ga je naar een uh, grote internationale wedstrijd toe, ja, dan worden er wel meer dead centers getrapt, zoals ze dat stipje noemen. Ja, ja. En dan, uh, ja goed, wie de minste centimeters heeft, is winnaar. Maar heb ik het goed dat dat jouw specialiteit is? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja? En daar heb je ook veel prijzen mee gewonnen. We dat komen straks even op terug. Ja. Maar daar heb je met name ook de prijzen mee ja. gewonnen. Om precies op dat stipje van die 3 centimeter terecht te komen. Ja. In deze sport heb je in feite twee disciplines. De ene is dat precisievliegen, wat ik dan doe. En je hebt ook nog over landvliegen. Dan gaat het erom ergens vertrekken en zo ver mogelijk weg zien te vliegen. Thermiek belletjes pikken, hoogte pikken. En weer een stuk verder vliegen, weer thermiek pakken. Dat is weer de andere discipline. maar ja. dat zijn... In feite de twee hoofdtakken van deze sport. Ja. En nou zit je daar boven in die lucht? of Je zit niet maar, je hangt. Hè? Nee, je zit. Je zit, ja? Je zit, ja. Op een stoeltje. vertel eens hoe, 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 zit, hoe gaat dat dan? Nou, eh, het is niet te vergelijken met het, het springharnas bij het parachute springen. Daar heb je gewoon een paar riemen om jou en daar hang je in feite in. Maar waar wij mee schermvliegen, dat zijn nou zeg maar voor thuis geworden in de loop der jaren. Het is echt een, een, een compact zitje waar je ook echt uren in kan zitten. Ja, ja. Want ik heb, ik heb in het verleden nog eh, een keer vijf uur op, op een berg gehangen, in, of boven een berg in Oostenrijk. En dat was nog met de oude riemen en zitjes. Dan was je blij dat je weer op de grond stond, want je je benen gingen slapen en, en dat soort dingen. Maar nou, je kan bij wijze van spreken tien uur achter elkaar zitten. Het, het zijn net voor thuis. Ja, je ja. hangt dan wel onder die chute. Maar, eh, ja, maar hoe lang kun je er leuk blijven? Daar zijn al gasten die hebben bijvoorbeeld in een vulkaangebied gehangen, met waar constant stijgende lucht is. En die hebben er al twintig uur gehangen. Dus Zo, heb jij dat ook ooit gedaan? Zolang... Nou, voor ons is het een stukje beperkter hier. Want wil jij een, 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 goede, een goede dag meepikken, ja, dan moet je er ook toevallig zijn. Ja. En mijn record is vijf uur en een paar minuten. Zo. Maar dat was wel op een oefenhelling van ja. 200 meter. Ja. Maar die dag had, had ik alles mee wat wind betreft. Ja, en dan ga je een mooi vluchten. Oké. Okay. Nou kan ik me voorstellen, Huub, dat je aan de lucht hangt en dat je dan op een of andere manier een kick krijgt. Kun je die kick omschrijven? Want er moet, er moet iets zijn wat je dan voelt. Nou, ik, ik, ik zie het toch eigenlijk anders. Het is, het is ook gewoon werken. Je moet er wel je kop bij houden. Je moet weten wat je doet. Want, eh, het is, het is geen potje dam, het is toch een. een, een ja. je, je hangt honderden meters of kilometers boven de grond. Het moet wel een beetje correct gebeuren, want er kunnen ook ongelukken gebeuren. Je ja, ja. Uh, is... ja, bedoelt, je moet een je verstand bijhouden. Jazeker. Je, je trekt een lap stof boven je kop die gevuld is met lucht. Daar maak je een vleugel van, maar het moet wel een vleugel blijven. Ja, ja. En niet dat je. Uh, door, door plotselinge windvlagen en zo, dat je een stuk van die vleugel kwijt bent, want dan ga je gewoon aan het vallen. Maar het geeft dus, ook een speciaal gevoel, neem ik aan. Dat boven, ja, dat, zo hoog boven de mensen uit te zweven. Maar dat is wat ik in het begin zei, dat bovenhangen in, in de stilte, het fluiten van de wind, dat, dat is natuurlijk de kick. Maar zit je in een wedstrijd en het gaat om dat stipje. Ja, daar ben je daar niet mee bezig. Dat telt alleen maar dat stipje. Jij reist de hele wereld over al uh, jaren en jaren. He, je ja, bent pas dat... weer terug uit Thailand geloof ik. Ja. Uh, de hele wereld over. Dat klopt. Ga je daar nou nog op jouw leeftijd? Sorry, die, net boven die 25. Ja. Uh, ga je daar nou uh, nog, nog steeds zweven of uh, doe je daar jouw andere functies die je ook hebt, waar we het, het nog over kunnen hebben? Uh... Wat Thailand betreft, daar train ik het nationale team. Ik heb die Thais leren kennen op de World Games in Colombia. en die wilden iets meer weten van het liervliegen. Uh, op die World Games, daar, daar waren een stel, om het zo maar te zeggen, klotenlieren, speelgoed, ja. die werkten voor een meter. En met, de, met die Thaise baas had ik daar een gesprek over. Ja, en dat, dat werd uitgebouwd en, en sinds een paar jaar. Eh, ik heb voor hun goede lieren besteld bij de fabriek in Duitsland, waar ik mijn eigen lier ook vandaan heb. En die hebben inmiddels vier lieren gekocht, en ik ben eh, regelmatig naar Thailand om, eh, om daar opleidingen te geven. Ten eerste voor de liermannen, maar ook voor de vliegers zelf. En eh, ja, goed, daar, daar ben ik een beetje blijven plakken. Ja, ja. Maar vlieg je zelf ook nog? Ja, uiteraard, want uh, waar ik naartoe ga, mijn shootje gaat altijd mee. Altijd mee? Ja, want uh, zelfs als ik official voor de, voor de FAI, de Wereldbond, ja. ergens naartoe ga, dan gaat ook de shoot mee en op, op uh, die plekken pik ik ook mijn eigen vluchtjes nog mee. Ja, want je noemt al meteen nu een andere functie, maar je hebt nog veel meer functies, hè? Jurylid, uh, officiel. Uh, wat doe je allemaal voor deze sport nog? Ja, eh, om te beginnen heb ik hier in Nederland mijn eigen vliegschool. Daar ben ik in eh, 1995 mee begonnen. Daarvoor eh, vloog ik bij Parateam Nistelrode, waar het vliegen voor het zuiden begonnen is. Uh, ja, sinds, boh, wat is het, drie jaar, vier jaar? Ja, je, je schuift langzaam omhoog, ze, ze leren je overal kennen. Tig keren naar een WK en een EK toegegaan. Ja, dan, het topje wordt hoe langer, hoe kleiner en uh, ja, dan kom je vanzelf ook bij, bij de, de juryleden terecht en, en dat soort dingen. En ja goed, uh, ik zit er nu sinds een jaar of drie, vier bij de Wereldbond. En dan, uh, ik, ik doe zelf nog mee aan, aan Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Maar ik ga zo officieel naar bijvoorbeeld Aziatische kampioenschappen en dat soort dingen. Ja, ja. Nou. Allerlei functies, heel de wereld over. De Johan Cruijff. Dan moet je onderhand net zoveel geld verdiend hebben als Johan Cruijff, neem ik aan. Nou, dat ligt toch iets anders, Ligt iets anders. Ja. Oh. Nou, dat moet je nou eens uitleggen dan. Nou, heel, heel simpel. Het, het schermvliegen is geen voetballen. Want als ik bijvoorbeeld door Nederland word uitgezonden, tussen haakjes, naar een EK van WK. Dan, dan mogen we zelf het vliegticket betalen naar die plek toe. We mogen zelf het hotel betalen. En we krijgen enkel het inschrijfgeld vergoed van de KNVVL. Terwijl als er een voetballerij naartoe gaat, ja, dan staat een ander potje geld klaar. Dus eigenlijk is het een amateursport? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar hoe kan je dat dan. Want dan moet je toch zelf het een en ander bijleggen, begrijp ik. Ja, goed, maar. Nou, ik, ik heb mijn geld over voor het vliegen, en dan brengt ze geld naar de kroeg en die is het ook kwijt. Ja, oké. Okay. <laughs> die ja, heeft, er nog, die ja. heeft er nog kop in van ook. Ja, dat dus, uh, is een keuze, hè? Ja. ja. En jij krijgt hier toch uh, iets bijzonders van? Ik, ik heb er wel de voldoening van. Ja. Maar 74 jaar, uh, nee, 72 was. 74, 74, 74 jaar. Ja, ik zou ze toch zeggen, die 25 plus, uh, maar 74 jaar, uh, hoe lang hou je dit toch vol? Dat, dat zijn dingen. Ik, ik heb het rijtje buitenlandse wedstrijden van de week weer binnengekregen. Voor, voor dit jaar is het Kazachstan, Litouwen, Indonesië en China. Ik, ik ga niet zitten kijken van wanneer moet ik stoppen voorlopig. Uh, ben ik met dit rijtje bezig? Toch een mooi leven zo dan? Ja. Heel de wereld ja, ziet je, op deze manier. Je hoort, je hoort me ook niet klagen. Nee, en dan uh, sportman, maar je doet nog andere sporten, hè? Want met atletiek doe je ook nog iets. Hè? Je bent echt wel dat, iemand die uh, dat denk klopt. ik daar niks sport bezig is. Nou, ik, ik train voor mezelf nog drie keer in de week en uh, een uurtje sparrenrijk. maar ik, ik ben oorspronkelijk een lange afstandloper en dat is ook op behoorlijk hoog niveau geweest, tot uh, net niet de Olympische Spelen in 68 toen kreeg ik met een interland van tevoren in Frankrijk een spierscheuring en de Olympische Spelen waren weg. Ik ben wel nog in 1971, het jaar voordat ik naar Boksel verhuisde, ben ik nog de eerste Nederlands kampioen geworden op 100 kilometer hardlopen. Ja, Zo. dat doe ik dus ook niet meer. Ik heb nou een goede auto. Ja, ja. Dat atletiek, hardlopen. Je hebt ook heel veel prijzen gewonnen dus met uh, twee vliegen. Ja, ja. Uh, geen wereldkampioen, of wel? Uh, twee keer brons. Twee keer brons? Ja, in En 87 en in 2000. Ja, ja. Nederlands kampioen? 19 keer, individueel, en 42 met het team. Want je hebt ook nog teamklassementen, dat doe je met drie personen. Als klap op de vuurpijl, hè, word je ook nog twee keer sportman van het jaar in boksel. Met al die internationale prijzen, doet je dat dan nog iets? Nou, dat eh, Sportman van het Jaar dat vind ik toch wel apart. Want eh, sinds 1987 kom ik daar elk jaar. Omdat ik ieder jaar wel Nederlands kampioen word. Maar om Sportman van het Jaar te worden. Eh, je hebt zoveel sporten. En het is een beetje appels met peren vergelijken. Ja, en ze hebben er mij toch twee keer uitgepikt. Eh, met mijn aparte sport. Want het is natuurlijk geen voetbal. En een, ja, hier in Boksel is het vooral paarden, euh, jeu de boel en handboogschieten. Maar ja goed, ze hebben mij ook twee keer gepikt. Ja, wat is en blijft natuurlijk een sport waar eh, niet al te veel mensen aan meedoen? Nee, dat klopt. En wat is zo, zo'n vereniging? Eh, eh, hoeveel mensen zijn daarbij dan? Eh? Hier in Nederland, ja? hier vliegen zo'n beetje 16, 1700 man. Zo, dat is nog veel. Ja, en hier in de omgeving ook nog mensen? Uh, hier in Boksel zijn ook een paar mensen die, die vliegen, maar, uh, ja goed, in, in mijn eigen vliegschool. Er zijn twaalf uh, vliegscholen in Nederland, maar heb je een vliegschool, het zijn ook mensen uit het hele land. Want waar wij een vliegschool kunnen hebben, je moet buiten de CTA's van vliegbasissen zijn. En uh, ja, zoveel gebiedjes zijn er in Nederland niet. Praktisch alle vliegscholen zitten aan de oostkant van Nederland. Want schuif je naar het westen toe. Schiphol heeft een hele grote range omheen waar je, ja, je mag niks nee, hoger nee. de lucht mag uh, boven de 100 meter. Want dan, uh, dan kom je in een gebied. Oké. Okay. De toekomst: 55 de plus. Om het ja, 55 plus. Wat uh, horen we nog over Huub Kouwmans? Behalve dat hij die grote reizen gaat maken, maar sportief. Nog steeds blijven hardlopen? Nog steeds blijven hardlopen, maar ik, ik probeer ook nog de 20 keer Nederlands kampioen vol te maken. En dat, dat is het weekend van 3 en 4 oktober. Nu 3 en 4 oktober. Ja. En dan de 20 keer. Ja. Nou, dat is toch geweldig? Ja, blijven volhouden, blijven ademhalen. Jij moet toch wel een gelukkige mens zijn? Je hoort me ook niet klagen. Nee, heel mooi. Ik wens jou dan ook. Namens Omroep Dommeland heel veel succes. En uh, die twintigste keer dat willen we ook horen. Want dat is okay. toch wel een mijlpaal. En dan op naar de vijfentwintig. Oké, okay. dankjewel. Ook bedankt.